wij gaan hier vandaag zeg maar de nalatenschap van Noord-Holland bepalen. Door experts is dan een keuze gemaakt van 50 foto's, de kanon van Noord-Holland, Tweede Wereldoorlog in 50 foto's. En bijzonder welkom jullie, jongens en meisjes, maar ook de alle nabestaanden die er ook vandaag zijn. Jamie Dekker, ga ik uitnodigen. Ik ben de zoon van Freddy Oversteeg en de neef van Truus Oversteeg. Zij zaten bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Deze foto is ook genomen na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren deze twee dames samen met Hanni Schaft in het verzet. Op deze foto staan ze weliswaar te lachen, maar ze hebben ook te horen gekregen dat hun vriendin vlak voor de bevrijding is vermoord. Het is oorspronkelijk voor Joden verboden. En met een paar haaltjes uit de verfpot werd dat dus. De D werd veranderd in twee F's. De J werd een M. Daar moest protest tegen zijn. En daar heeft mijn man aan meegewerkt. Dit is de voormalige kruidenierszaak in Den Helder in de Oude Kerkstraat. Na het bombardement van 1941 op 28 februari. Deze zaak zijn mijn vader en moeder begonnen. Toen kwamen dus ook bommenwerpers over. Het was een hels kabaal. En toen is mijn vader op een of andere manier naar binnen gegaan. Waarschijnlijk om mij te halen. En op dat moment viel die bom. En ik stond dus hier in een wieg in de kamer. En mijn vader is met dat bombardement omgekomen. Die is onder het puin bedolven. En ik lag 5-6 meter verder in de tuin. Minimaal 2, maximaal 5 foto's mag je kiezen. Het verhaal komt er natuurlijk ook bij. Voor zover er gestemd is met tablets en met telefoons. Is dit voorlopig even de uitslag? Ik vind de mooiste foto die we net hebben gezien, de foto dat een man die was net aan het vertellen en zijn vader die heeft dus de oorlog meegemaakt en die fotografeerde dus stiekem met een camera de Duitsers, activiteiten die er op het moment aan de hand waren. Ik vind dit een prachtig initiatief, dat blijkt ook wel uit de respons op zo'n dag wat het losmaakt. Ook bij heel veel scholieren die hier zijn, van basisscholen, middelbare scholen. Dat stemt mij heel erg hoopvol. Dat dus voortleeft en wordt voortgezet en dat het levend wordt gehouden, die gedachte.